gewoon niet kunnen. Het is gewoon diefstal. Het is gewoon niet eerlijk. Asociaal vind ik dat. Ik bedoel, wij moeten allemaal voor onze centjes werken en dan moet je ook betalen. En ja, kun je het niet betalen, ja, dan moet je een andere mogelijkheid zoeken. Ja, dat is natuurlijk hoogst asociaal. Toch? Ja. Nee, ja, u zegt het. Ja. Ja, daar hebben we geen andere verklaring voor. Dat hoort gewoon niet. Dat vind ik een slechte zaak. Het is gewoon diefstal. Niet netjes. Niet netjes, meneer. Is u dat zelf wel eens overkomen? Nee. Ja, vind ik niet zo netjes. Ja, dat mag niet. Dat is diefstal, dus lijkt me duidelijk. Ja, belachelijk. Dat kan niet. Als we dat allemaal zouden doen, dan werd het een mooi soortje. Niet goed. Niet goed. Nee. En wat vind jij daarvan? Ook niet zo goed. Ja. Je moet gewoon betalen. Vindt u dat er iets tegen moet worden gedaan? Ja, voor zover dat mogelijk is. Kijk, er zijn natuurlijk camera's. Ik zie het wel eens gebeuren bij Leus in Almelo. Zie ik regelmatig wat voorbij komen op Facebook. Die gaat ze zelfs achterna, ja, hè, volgens mij. Ja, en terecht. Zou ik ook doen. Wat kun je er verder nog aan doen? Ik weet niet, daar staan natuurlijk wel boetes voor, denk ik. En valt gewoon onder diefstal, lijkt mij. Oeh, dat weet ik niet. Hogere boetes. Hogere boetes, dat is een dinges. Want je krijgt maar 130 euro boete. Als je een volle tank hebt, dan betaal je 250 euro. Zo. Maar ja. En dan hoeven ze die brandstof niet te betalen. Dan denk ik ook van, dat is ook niet eerlijk. Ja, dus u pleit ervoor om een hogere boete te geven. Ja. En alsnog de benzinekosten vergoeden. Ja. En denkt u daar ook zo over? Nou, ik denk niet dat het heel veel zin heeft. Want meestal zijn het toch dezelfde mensen die dit soort dingen doen. Ja, of dat nou de oplossing is, weet ik ook niet. Maar ja, ze doen er natuurlijk al wel heel veel aan. Maar ja, wij als gewone mensen worden gedupeerd, want alles wordt al duurder. Dus ze moeten het ergens weer vandaan halen. Ja, er is in ieder geval sprake van rechtsongelijkheid. Ja, vind ik wel. En daar zou dan iets aan gedaan kunnen worden. Een beetje fatsoen bij mensen, hè? Ik zou het niet weten. Een beetje controleren. Mensen erop aanspreken. Dat zijn de oplossingen. Nou, een oplossing heb ik niet echt. Maar u keurt het in ieder geval af. Zeker weten. Ja, boete uitdelen. Ja. En wat vind jij? Ook een boete uitdelen. Ja. Zo simpel is het. Ja, gewoon aanpakken. Vooraf betalen. Voor een bepaald bedrag. Dat zou een goede oplossing zijn. Ja. Het lijkt mij dat je met kentekenherkenning makkelijk die mensen kunt opsporen en ze daarvoor kunt beboeten. Maar niet altijd hoort een kenteken bij de rechtmatige eigenaar, hè? Nee, klopt. Maar je weet zelf wie je in je auto laat rijden, neem ik aan. Dat is een goeie. Ja. Dus dan kun je het... het is lastig inderdaad, maar daar zullen vast iets op te bedenken zijn. Komt het veel voor, denkt u? Ik heb het vermoeden dat het zal meevallen, maar als jullie de vraag stellen, dan waarschijnlijk niet. Nou ja, in verband met de stijgende brandstofkosten. Ja, zal het vast iets meer voorkomen. Ja. Dat is een probleem dat denk ik de pomphouders moeten oplossen. Maar u keurt het in ieder geval af? Ik keur het zeker af, ja. Kan er iets tegen daar? Ja, je hebt steeds meer onbemande tankstations. Dan moet je hier spinnen. Ja, dan krijg je geen toegang natuurlijk. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Dat zou een oplossing zijn. Ja.